spreekt u mee? Mm-hmm. Inderdaad, dat is ons werk. Ik zal het even navragen. Spannend. Duo doodgevonden in de jungle, is het spannend genoeg? Ja, zijn we ook al buiten de grenzen gekend? Of het een van een groep milieuvriends? Dus dat je onbedorven natuur in Nederland geïmporteerd. Nou, zoiets. Maar er zijn wel wat twee doden gevallen. En ik heb nog wat onduidelijke aanwijzingen. Zo, laatst van de politie, die wil het niet onderzoeken als je dingen te vreemd is. Nou, het klinkt in ieder geval leuk. Vraag in de jungle. Oké, ja, ik denk dat we het wel doen. Ja, is goed. Nou, als ik het goed begrepen heb, dan is er een journalist en zijn cameraman dood aangetroffen. Ja. En de doodsoorzaak is verstikking, tenminste, tot nog toe. Dus. Ga mee? Misselijk. Liefie! Zijn de agent de molenaar een schedeltje? Goedendag. We zijn van de LPD. Of de MZ van. We hebben begrepen dat u het lijn heeft. Ja, dat klopt. Ze heeft vast een goede verklaring voor deze outfit. Ja, dat klopt. Ik stond op het punt om naar Schiphol te gaan voor 3 weken erbij. Mijn vrouw had deze kleding voor mij klaargelegd. Aha. Vandaar deze zomers outfit. Kunt u ons misschien iets meer vertellen over wat er hier aan de hand is? Nee, dat kan ik niet en dat weet ik niet. Ja, wat hebben we daar nou aan? Wel kan ik u voorstellen aan de gelukkige vinder. Meneer Lopez. Meneer Lopez? Hey, kijk uit. Goedemiddag, we zijn agent Molenaar, schedeltje. Van de afdeling LPD Z-Files. U was te vinden. Het verhaal in eigen woord. Was dus een beetje aan het onderhoud plegen hier, een beetje boomzagen, je weet het. En ik liep hier nou en twee mensen op de grond. Ik dacht van een jungs of zo die aan het slapen zijn. Dood. Ja. En dat is alles. Kunt u misschien in de buurt blijven? Ja, ik loop hier. Misschien hebben jullie nog even nodig. Ja, nee, dat is niet nodig. Oké. Gaan we terug. Heeft u al iets gevonden? Hallo? Heeft u al iets gevonden? Moet u weggaan? Zo verstoort u het onderzoek. Ja. Dat zijn wij. Wie is u? De dokter. P. Feiten. Wat zijn uw eerste bevindingen, dokter? Zijn er vreemden die je dood gegaan? Zonder sporen van wel. Dat was een van de gas. Wie zegt het eigenlijk? Dat is Ronald uit de Vries. Ja. Ik heb weer genoeg gezien. Ja, denk dat we. Wauw, we gaan een filmpje kijken. Ja, zeker. Zo, start de bal maar.
ben benieuwd wat ik te zien krijg. Ja, oké. Okay. Ja, hallo? Het aloude verhaal van spookberuchten en behekste plaatsen zal de moderne mens geen angst meer inboezemen. De witte wieven zijn de zolder opgejaagd en de dolende ridders van het hoofd is al jaren geleden de vergetenheid ingeraakt. Of toch niet? De verhalen veranderen dan wel door de jaren heen, maar in essentie blijven ze hetzelfde. Dode dingen komen tot leven en plotselinge verschijningen komen uit het niets. Het probleem met deze zaak is altijd hetzelfde, echt of fake. We zullen u vanavond dingen laten zien en getuigen laten horen die nooit eerder op tv waren. Maar nu eerst een commerciële onderbreking. Ja, oké. Okay. Nee, het staat erop. Staat erop? Ja. Oké. Okay. We zijn nu thuis dat je leven gericht heeft op het ontvangen van boodschappen en het luisteren naar in principe levenloze zaken. Ja, oké. Okay. Ik ben nog maar een keer. We zijn nu thuis dat je leven gericht heeft op het ontvangen van de boodschappen en het luisteren naar in principe levenloze zaken. Ik stel u voor een zwaar die achter de draaien. Licht en licht in de duisternis, een rustpunt in een oase, het centrum van de zee. Het wil eerlijk te leren. Ik vind het wel meer erg om te lezen in de bibliotheek. Zo te leren, zo weinig te leren. Zwaan, volgens uw leren zitten alle dingen zuur. Maar het maakt niet uit of ze leven of dood zijn. Wilt u dat aan de kijkers thuis uitleggen? Nou, in de beste kennen wij alleen beeldspraak en architect van de beeldhouwer. Als het niet ook de ziel van de schenken. En daar is het gericht ons alle schenken. Ja, dat is als zodraag ook niet vast leren in de handen. En dus ook op het leven gekomen, moet ik me voorstellen, klaviaf van stoeptegels? Nou, ik kan me niet voorstellen dat stoeptegels daar moeite van hebben. Trouwens, ik wil ook even versterken over het karakter van welke entiteit dan ook. De manifestatie, niet zo snel aan het. Nee, dat geloof ik niet. Ja, wat is het? Daar is iets meer een gebeurtenis in je omgeving. Een soort verbreding van je zintuiglijke waarneming. Dus als ik er maar genoeg voor oversta, gaat het voor je vroeger in de wereld over. Kun je dan plaatsen aangeven waar die waarden gedaan kunnen worden? Niet voor de camera, zit het ding uit? Ik wil een plaats maar het heel makkelijk gaat. Alleen is verborgen, anders is het door de poorten zoeken naar mijn loopt om midden te gaan. Ja. We staan hier in het land en volgens aanwijzing van de grote zwaarding achter het raam moet hier het bewijs te vinden zijn dat alles over de ziel beschikt. Komt u mee? En je staat er een draaien goed op. Is er iemand? Waar staat er dan? Ik sta achter u. Hé, je praat. Dat is correct. En vindt u dat leuk of zo? Serieus. Lijkt wel geen jaar in mee. Staat u zich hier te veel of zo? Nou, er zijn schandere baan. Een baan buiten bijvoorbeeld? Ja, dat lijkt me wel. Shit, nou al af. Dat is ja. Nou, leuk. Even kijken. Hé, hey, wat moet het daar? Kijk dat je niet valt. Het zal ook niet gedaan zijn. Volgens mij overleef je het niet. Dat is de bedoeling ook. Ik maak het bijna. Ik verdien het niet om een plek om het zon te hebben. Wat is er nog gebeurd? Wil je erover praten? Ik was het zat, om alsmaar op mijn pijn te liggen. Ik verveelde me kapot. Op een dag was ik het zo zat om al die kinderen over me heen te zien te rennen en zelf stil te moeten blijven liggen, dat ik me een beetje bewoog. Ja, en toen? Er kwam net een kinder en die liet ik sterker. Ik had in de hand en ik heb het niet en niemand begreep erop zo veel. Ja, nu? Als laatste. Wat doe je?
1934 zijn hier in de buurt drie automobilisten verongelukt. Zo. Volgens ooggetuigen zijn rijden zo recht door sloting. Drie doden. En bewijzen voor mensenwerk zijn nooit gevonden. Ja, maar dat was in 1934, lekker speurders toen de tijd. Het waren middeleeuwen niet, hè? Ja. Ja, ja, hier is die ander. Mm-hmm. Een boer met een stroompraam zakt spontaan in de slotenweg. 1957, ik bedoel 1957. Ja. En compleet stroomraam. Maar het is toch niet zo'n probleem? Ja, maar het is niet zo'n probleem. Ik bedoel, je kent de Bermuda-driehoek. Ja, dat is wat anders. Dat speelt op zee. Kijk, dat kan makkelijk gebeuren. Ja, maar het principe blijft gelijk. Grote hoeveelheden gas komen door de trillingen vrij en onze borrel ze op. En door de burrels neemt de vergiftheid af en daarmee ook het drijfvermogen van de boot. Nou, vervangen koolstofdioxide in de zee door de metaangas uit het veen en weg is je traan. Ja, en waar moet dit gas dan vandaan komen? Ja, er is ontzettend veel venie in de buurt. En trillingen van het verkeer en dat verlaagt de waterstand. Laten de druk in het veen van het metaangas langzaam stijgen. En dan opeens een zware vrachtwagen of een straaljager die door de geluidsbarrière gaat. En nou, puur legt het loodje. Ja, maar dat verklaart de rest van het teken niet. Nou, zo gezien. Ja, oké, laat dit nog eens een keer nalopen. En die Chris-lijn begint te geloof ik ook niet helemaal, dus kun je die nog een keer voor me opzoeken ofzo? Geen probleem, maar hij is bekend in dit weer. Ja, hallo Frans. Molenaar. Hoe is het? Ja, dat is wel voor je, maar ja, ze moet vast terug bij hebben. Nee, ze is niet zomaar zwanger. Ja. Ja, goed. Ja, oké. Okay. Ja. Ik bel even voor wat anders. Ja, mag ik het nummer van Fred Kachelman even? Ja, ja, ik wacht even. Ja, ik zal even voor je zoeken. Even kijken hoor. Hier zo. Oké, wacht even. Mhm. Ja. Oké, bedankt hè. Ja. Oké, doei. Ja, jij bent lekker kort af, weet niet hoeveel zijn vrouw heeft gehoord. Zijn vrouw? Zijn kat zal je huren. Oh, is het zijn kat? Ja, ja. En die smoerie van zijn vrouw, ja, die is er zo vaak weg geweest. Die is een paar weken wel weer terug. Nou. Ik zal het zijn vonden. Ja, dat is goed. In gesprek, dus hij is thuis. Mm-hmm. Nou, ik stuur hem wel een e-mailtje. E-mailtje? Ja, dat hij af en toe zweet. Ik denk nog niet dat hij van de wereld is hoor. Oh. En de baan achter het raam is gewoon Fred Kachelman. Oh! Ah. Oké, ik vind het wel weer genoeg voor vandaag. Zie je morgen wel weer. Ja, doei! Oh, leuk. Pakken.
En wat is het vragen over een opname van Ronald R. de Vries? Ik heb niets met die vent te doen, maar kom binnen. Koop je thee of toch liever een biertje? Dan doe maar koffie. Dan heb ik misschien een cappuccino. Ah, ik heb alleen koffie. Ze zijn dood. Dood aangetroffen in een parkje achter een scoutingterrein. Ze gingen erheen nadat u, meneer Zwaan, achter het raam had voorspeld dat daar rare dingen te gebeuren stonden. Ik heb zo even verteld dat er meer is dan de westerse mens direct ziet. Ja. Oké, die show herken ik, maar dit is echt. Dit is echt, maar wie gelooft er nou in een huiskamer zo in een drinkelsbakje? Dus u wilt beweren dat zij het slachtoffer zijn van de braak der natuur? Ja, van sterke hooi is toch niet? Nou, ik geloof dat het toeval dat bepaalde dingen hun handje kan helpen. Wat heeft u gedaan dan? Ik heb ze verteld dat de plaat. Stel dat op de plaats waar het oude scoutgebouw staat, al lang vreemde dingen gebeuren. En als je daar open staat, dat je kan voelen dat het niet normaal is. Heeft u die video gezien die aan het mailtje was? Ja, ik vond het niet echt geweldig. Ik ken de school met een oude Pekela. Met meer humor, die flikt is met clowns. Ja, dat is verhaal is bekend. Maar nog nooit verklaard is dat slechts enkele sensatiebladen het hele verhaal durft af te drukken. Nou, ik krijg toch de indruk dat er met de film gemoeid is. Ja, maar alleen de vraag is door wie? Of wat? Ja, ik zal die artsjes bellen, dus hij zou klaar zijn met zijn autopsie. Valt het die hoeft nog wat te leren? Mogelijk moerasgas. Ja. Oh ja, dat ken ik, dat blijft lekker hangen tussen de heuveltjes. Is in Afrika ook wel eens gebeurd. Onder de doden en veestapels in ene weg. En dat na een aardbeving. Ja, dat vraag ik. Maar minder bekend is dat een van de stammen vlak voor de ramp besluit te verhuizen. En dat aanraden van de medicijnman. Die, als een van de weinigen, niks wil weten van het modernisme. Er zat behalve methaangas ook nog iets anders in het bloed. Het gedraagt zich als een hallucinerend middel. Dat is een van de medicijnen natuurlijk. Het als je zintuigen aan, niet een klein beetje ook, die twee moeten behoorlijk voor de wereld geweest zijn voor ze stierven. Ja, nou, het blijft natuurlijk de vraag hoe er met die ding gebeurd is. Ja, dat gaan we eens uitzoeken. Meneer Kachelman? U zei het niet getoond, hè? Als mensen dat kunnen, dan zie ik dat staat, heeft geen reden waarom dat in de camera ook niet kan. Een camera zit tenslotte vol logische schakeling in. Ja, die melden we net zullen we meenemen. Het was maar waar genoegen. Oké, hou nog de hoogte. Ja, doen we. Tot ziens. Tot ziens. Goed. Even kijken. Wat is er? Blijven. Je bedoelt toch niet dat... Ja, helemaal weg. Hij zit niet meer in, hij is weg, hij staat nu nog uit. Alleen, ja, zo'n zwaan die is er nog. Ja. Hij is gecomprimeerd over het net gegaan. Dus, dat is ook niet veel. Ja, dan maar weer terug naar die jungle. Ga mee? Ja. Oké. Gas afgeven. Lezen. Oké. Mooie rustige dag buiten te werken. Heerlijk, ja. Heb jij je spullen zo bij je? Ja, ik heb alles bij me. Mijn geautomatiseerde gasanalyse die ik aan mijn notebook gekoppeld. En aangezien die aan mijn gsm zit, dan weten ze als er wat gebeurt binnen no time wat er aan de hand is. Oké. Thank you.
geen dingen voorbij moeten. Nee hoor, deze keer niet. Zo, en dan nog de laatste. De analyse kan beginnen. En? Wat zie je? Het inloggen register. Zo, wat boekjes nodig? Wat zie je allemaal? Vissen zijn aan het dansen. Nee joh, echt niet. Hé, hey, hoe moet je dat zien? Zie je die eenden daar zo? Ze zijn verstoppertje aan het geven, geloof ik. Hé, hey, wat ga je nou doen? The end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end, it hurts to set you free, but you'll never follow me. The end. Soft light, the end.